ik ben Hans Staatsens, ik ben leerkracht elektriciteit. Vandaag ga ik een kortsluiting nabootsen. Wat heb ik hiervoor genomen? Ik heb hier een batterijlader genomen van 12 volt. Deze is in de is gestoken inmiddels. We gaan met de plus en de min, die lopen verder op de grond. En we gaan vandaag kortsluiting maken op een kleine autozekering. We gaan er 12 volt op aansluiten. Waarom gaan we geen 220 gebruiken? Dat is natuurlijk veel te gevaarlijk met kortsluiting. En daar zouden we ongelukken mee kunnen helpen. Dus wat gaan we doen? We sluiten de plus aan op de ene kant van de zekering. Zo. En wat gaan we nu doen? We gaan een kortsluiting maken op de min. En dan gaan we kijken of dat hij door gaat branden of niet. Zie mooi het spiraaltje lopen. Van de ene aan de andere kant. Klak, en het is gebeurd. De zekering is doorgebrand. Ik ga hem nog eens een keertje naar het licht houden. Ik kan nu zeer goed zien dat in binnen onze kortsluiting de zekering verbrand heeft. Dus, wat moeten we nu doen? We gaan een andere zekering moeten gebruiken.